Oh, ik stikte bijna. Film het wel. Ja. Maar in ieder geval, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. En inderdaad, ik heb de hik. Dus ik zocht even op hoe je de hik wegkreeg. En dat was door aan je tong te trekken en nog maar allemaal andere dingen. Maar ik ben hier samen met Pim. Pim is dit weekend bij mij en we gaan het heel leuk hebben. Ja. We gaan zo meteen namelijk freerunnen. We gaan een video opnemen. En ik laat wel een stukje in deze vlog zien. En de hik is echt irritant. Dus ik moet heel veel praten. Dat staat er ook tussen. Maar in ieder geval, we gaan zo meteen naar buiten. En daar gaan we dan beginnen met de video. Het wordt super sick. Want Pim heeft zijn hele professionele camera mee. En een drone. Ik ga vliegen. Ja, ik ga ook even proberen te vliegen. Dat wordt... Ik heb heel mijn droom vandaag gekregen. Nee, het wordt echt moeilijk, maar het wordt heel erg leuk. In ieder geval, laten we daarheen gaan. We gaan lekker freerunnen. Let's go. Nothing can stop me, I'm all the way. Zo, we zijn al een tijdje bezig met de video en het is echt super leuk, maar... Nice, sir. Dankjewel. Ja, het is heel leuk. En hier zitten echt super veel mensen, allemaal Pokémon te spelen. En ja, er is vast wel zo'n soort module geactiveerd, dat er allemaal Pokémon's op afkomen. Maar ik heb dat nog nooit gezien, dat er zoveel mensen Pokémon zitten te vangen. Dus ik vond dat wel even leuk om te laten zien. En daar gaat Pim met de drone. Let's go! Echt heel vet, jongens. Die beelden zijn super vet. Er komt nog een aparte video online over de drone met de freerunners die hier gewoon staan. En dat was wel leuk. Yeah. Doe het, meis. Je kan het. Je kan het, jongen. Kom op. Kom op, ja. Oh, ho, ho. Nu ben ik. Oh, staat hij al aan? Ja. Ja, oké, ik zit. Mensen moeten al je benen. Lekker, jongen. High five. Nou, we zijn hier nu aan het freerunnen en Quim wordt de hele tijd door Pokémon vangers op de foto gevraagd. Hij gaat nu weer op de foto. Zijn jullie ook Pokémon's aan het vangen? Nee. Oh, dit zijn de eerste. Oh, die Pokémon. Wacht even, eerst moet deze camera even scherp stellen. Ja. Hoi, is je goed? Ja. Oké, okay, alsjeblieft. Dankjewel. Doei. Ik ben op 7 verdiepingen hoog. We zijn hier in het huis van Boas en ja, we zijn hier even wat drinken. En misschien gaan we straks op het dak, dat weet ik niet zeker. Maar dat zou wel super vet zijn voor de beelden. Ook qua droombeelden is dat echt super sick. Dus dat wordt sowieso vet nice. Vind je ook mee? Ja, man. Doe backcheck, hè? Holy shit, gek! Ik had hem bijna. Maar hij ging wel. Hi. Nu. Ah, shit. Oh. Ja. Ja, ik dacht dat je zomaar ga schuin houden. Ik dacht dat je zo ging. Oh, nee, dus nee, ik wil altijd mijn backflip. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ook dat nee! Hoi, Uber Quinn gamekijkers. Ik ga een backflip doen. Ja. Oh, oh, back to Webster. Wow, je hele schermpje is ge... Oh, gaan weer. Oeh. Ik deed een schroef. Van harte. Yo Pim, leuk dat je in beeld staat. Ja, maar ja, nee. Hij filmt. Ja. Lekker, jongen. Dat was goed. Ah, dat was leuk. Nou, dat was sick, gast. Zo, jongens, de dag zit er alweer bijna op. En het was echt super sick. We hebben het heel erg gezellig gehad. We hebben even een nieuw iemand gewoon ontmoet. Boas. Hoi. Super nice. Echt sicke tricks, jongens. Het is gewoon echt insane om te zien hoe dit gaat. Fuck, het is gewoon echt heel erg vet. We gaan nu onderweg heel even naar de Burger King. En daarna gaan we natuurlijk weer naar huis. Want daar moeten we ook weer vanavond avond eten. Dus dat gaan we nu doen. En het was echt een geweldige dag. Jij gaat nu met de drone vliegen. En dan gaan we nu zelf in elkaar zetten. Dat is voor het eerst dat hij dat doet. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Jij ook?
Ja, ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat het lukt. En daar is Bumper. Laten we gaan vliegen. Yeah. Het is de volgende dag. Ja, ik heb gisteren niet meer gevlogd, maar het was een geweldige dag. Jullie hebben kunnen zien, we hebben heel veel gedaan die dag. Heel veel coole dingen. Het vrierunnen was echt super awesome. En nu is het tijd om te gaan voetballen. Pim en ik staan op het punt om weg te gaan. Traplopen is zwaar. Maar in ieder geval, Pim en ik staan op het punt om weg te gaan. Het is echt super gezellig. En we gaan nog even een leuke voetbalvideo opnemen voor zijn kanaal, dus die kan je dan ook wel checken. Ik laat wel een klein stukje in deze video zien. En het linkje staat natuurlijk in de beschrijving van Pim zijn kanaal. Kan je hem daarop checken. We gaan nu naar het voetbalveld en ik heb gisteren nog wat droombeelden gemaakt. Die zijn op zich best wel vet. Op dit moment gaan we onderweg en we gaan lekker voetballen. Ja, natuurlijk. We gaan heel even wat droombeelden maken, gewoon om voor de video. Wordt super nice. Pim die doet er even een kaartje in en ik mag gewoon een stukje vliegen, dus dat is wel heel lief van Pim. En gaan we even wat leuks maken. Let's do this. Komt ie! Oh! What the heck happened, man? Oh, gast, nee. Ik ben dus nu met de drone aan het vliegen en we hebben allemaal Pokémon spots hier, want ze denken volgens mij dat het een Pokémon is hier, want er zijn heel veel mensen. Heel leuk. Ik denk echt dat ze denken dat het Pokémon is. Dit is gewoon een goede Pokémon. Yay! Land op mijn hoofd. Jawel, dat is mooi. In mijn handen. Really good, man. I like this shit, man. This shit is crazy. Zo, dames en heren. Pim, die is helaas naar huis. Het was wel echt een super weekend. We hebben het echt sick gehad. We hebben gefrierend. We hebben een sicke video opgenomen. Die staat online. Linkje staat daarvan ook in de beschrijving. Net zoals van de Crossbar Challenge. En nu ben ik hier met Daan. En die is net langsgekomen. Hij blijft hier slapen. En hij heeft een cadeau. Twee zelfs meegenomen. Dus ik ben benieuwd wat erin zit. Hij zei dat het niet heel speciaal was. Maar ik vind het wel super nice dat hij iets voor me heeft bedacht, zeg maar, om het zo te noemen. Of gehaald. Dus, let's do this. Oh, dit kan je zo erop plakken. Oh, nice. Ja, op de controller. Hoe moet dat dan? Ja, dat is echt ziek. Dan kan je gewoon je soort van custom controller ding, om het zomaar te noemen. En Daan laat even een voorbeeldje zien. Dat is echt vet. Holy. Nice. Dat laat ik zo meteen even aan jullie zien, want dan ga ik het even in elkaar zetten. Thank you very much, man. En nu een ander cadeau. En deze ziet er heel geloofwaardig uit. Altijd de grote cadeaus, dat zijn altijd geloofwaardig, maar dan word je heel vaak geprankt. Is het leuk? Ik weet niet. Ik weet niet. Oké. Okay. Het zit in een schoenendoos. Het zit hier heel dik. Ja, ik kan niet inpakken, man. Zegt hij dat niet? Oh! Ja, ik weet niet of ze past. Voetbalschoenen. Nice. Welke maat is het? Ja. Sick. Ik hou van voetbalschoenen. Zeker met een sokje.
Dat is super nice gewoon. Dus ik ga ze even passen. 40,5. Oh, dat denk ik wel. Ik ook. Je hebt niet zo grote voeten. Nee. Hoe deed jij dit altijd, gast? What the hell happened, man? A few moments later. Het voelde al makkelijker. Maar hoe doe je dat? Moet je dan hier gewoon trekken? Of... Oh, gast, ik krijg hem. Hey, serieus. Na 6 minuten heb ik hem. Ah, oh, nee. Dat was zo waarschijnlijk. Wat? Dat was denk ik al. Ze zijn net te klein. Ja, ik denk het. Moet je eens voelen. Voel eens hier. Ja, ik denk het wel. Ah. Dat is jammer. Ze zijn net te klein. Kwaliteit. Nou jongens, dit is de controller geworden. Hij is echt super nice. Ik vind hem heel erg vet. Thanks voor de cadeaus, man. Alsjeblieft. I love you, man. No homo. Hij scherpt niet stijl. Staat niet scherp natuurlijk. Jouw hoofd is niet voor bestemd om scherp te stellen. Ah, hij doet het. Nou dan, dank je. Jongens. Mensen, het is tijd om te gaan slapen. Daan is moe, ik ben moe, we zijn allemaal moe. En het was echt een super sick weekend. Ik heb het heel erg leuk gehad. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video vet vonden. Check natuurlijk de crossbar van Pim in de beschrijving. Check de hele Vrierun video in de beschrijving. Check het. De Vrierun video is het zeker waard om te kijken, want... Daar zit best veel tijd in. Een hele dag opnemen en natuurlijk een aantal uren geëdit. En hij is echt insane geworden. Dus check hem zeker even. Link staat in de beschrijving. Welterusten Daan. Slaap lekker, jongen. En blauw duimpje omhoog. Abonneer beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En tot de volgende keer. Later.